Hoi, mijn naam is Gerjan Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik erbij gepakt van Burton, een van mijn favorieten toch wel, de Skeleton Key. En ik stel altijd mijn collega's de vraag in de winkel, wat zou je, als dit je laatste dag hier zou zijn, wat zou je meenemen? En eigenlijk mijn antwoord is vaak dit board wel. Ik vind dit echt een ontzettend geweldig board. En ik ga er wat meer over vertellen. Het is echt een heel erg leuk, carverig, side-hitter poederboard. Zo kan je hem eigenlijk een beetje wel zien. En komt eigenlijk door een aantal factoren. Hij heeft namelijk een S-camber en ik vind een S-camber een ontzettend vette shape. Wat het namelijk inhoudt is dat hij heeft een camber erin lopen, zoals je ziet. Alleen de camber die loopt van hier tot aan ongeveer hier. En dit stuk is vlak en loopt eigenlijk uit in een grote neus. Die camber die zorgt ervoor dat hij wel gewoon de pop heeft die we willen hebben om bijvoorbeeld wel zo'n side hit te pakken. Dat zorgt ervoor dat hij de grip heeft om wat harder mee te kunnen carven. Het maakt hem gewoon wat levendiger. En die nose die zorgt ervoor dat hij wel die float krijgt die we weer willen in de poeder. Dus zoals ik al zei, ik vind dit gewoon een ontzettend vette all-mountain shape als het ware. Hij is medium stijf. En zoals ik al zei, hij is leuk het board. Ze hebben hem niet te stijf gemaakt, dat het te hard werken is. Maar ze hebben hem net stijf genoeg gemaakt om wel goed te kunnen carven. Om wel hoog te kunnen poppen. Maar niet zo stijf dat hij te streng wordt. Om hem meer flow te geven hebben ze een aantal dingen veranderd aan het bord. Of eigenlijk veranderd aan het bord. Hebben ze, hebben ze hem gegeven. Zo kan je het eigenlijk beter zien. Zoals je al wel zult zien, de nose is gewoon een stuk groter dan de til. Dat wil zeggen dat hij tapered is. Dus dat betekent dat eigenlijk de nose gewoon een stukje breder is dan de til. Wat ze ook hebben gedaan is, ze hebben hem duidelijk setback gegeven. Ze hebben jou duidelijk wat meer naar achter op het bord geplaatst. Zodat die til gewoon echt heel erg klein wordt. En die nose gewoon echt gigantisch. Zodat die til makkelijk weg gaat zakken en de nose eigenlijk uit zichzelf wel wat omhoog wil gaan komen, doordat hij zo groot is. Dus dat zorgt gewoon voor dat hij ook nog eens extra veel float krijgt. Ze hebben als kern erin gestopt de Superfly 2 kern. En dat is hun wat lichtere kern die ze gebruiken. Hele sterke kern en ook gewoon net even wat lichter gehouden. En die hebben ze verstevigd met de dual zone constructie, kan je het eigenlijk een soort van noemen. Wat dat wil zeggen is dat het middenstuk van het boord ligt eigenlijk het lengte allemaal, ligt het hout eigenlijk allemaal in de lengte. Dat probeer ik te zeggen. En bij de staalkanten hebben ze het hout richting de staalkant gelegd. En hier natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde. Zorgt er gewoon voor dat hij een stuk sterker wordt, het boord. En dat die lengte die zorgt ervoor dat hij wel die pop houdt die we natuurlijk willen hebben. Om de krachten als het ware wat leuker te verdelen over het boord, hebben ze de squeezebox eraan toegevoegd. En eigenlijk wat squeezebox is ze spelen een beetje met de dikte van het boord. Komt erop neer dat als jij kracht zet op jouw edge, dat die heel mooi die kracht gaat verdelen opzij. Dus dat het niet alleen hierop geplaatst wordt, maar dat het ook wat meer naar de nose, ook wat meer naar de til gaat en zo. Als we het dan toch hebben over kracht verdelen. De fiberglas dat ze erin gebruikt hebben is triax fiberglas. Dat wil zeggen dat het in 3 richtingen ligt. Zo en zo. In 45 graden allebei de kanten op, zo kan je het ook zien. En eentje in de lengte. En wat dat doet is, het zorgt er gewoon voor dat als jij, eigenlijk hetzelfde als je kracht zet, verdeelt het heel mooi die kracht over het hele board. En het geeft het board gewoon echt een stuk meer pop, snap, leven. Springt er gewoon lekker makkelijk door als het ware. In de base, of eigenlijk als base, hebben zij een WFO base gebruikt. En je mag zelf even googlen waar WFO voor staat. Aangezien er een woord in zit dat ik hier niet mag zeggen. Maar het komt erop neer. Het is een sintered base. En sintered base is heel snel, heel sterk. En deze hebben ze nog sneller gemaakt. Het staat voor wide, heel erg open, als het ware. En het zorgt gewoon voor dat hij wat meer poriën heeft, als het ware, wat grotere poriën, zodat het water met nog minder weerstand zijn weg van voor naar achter kan vinden op het board. Dus gewoon ontzettend snel en heel erg sterk, de base. Zorg ervoor dat je hem ook goed blijft waksen trouwens. Dan hebben ze natuurlijk een Burton Original, of hoe zeg je het? Burton, alleen Burton doet het. Channel gebruikt. En die channel die zorgt ervoor dat het board wat meer zijn natuurlijke flex houdt. Het heeft een minder stijf punt op het board. Maar het zorgt er eigenlijk ook heel erg voor dat jij precies jouw bindingen zo kan zetten zoals jij die wil hebben. Je hebt gewoon net wat meer afstelmogelijkheden met de channel. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben de tip en tail, die hebben ze eigenlijk heel mooi dun af laten lopen. Die wordt steeds geleidelijk wat dunner, zodat hij gewoon zo'n minimaal gewicht heeft aan de buitenkant van zijn board. Minimaal swingweight kan je het eigenlijk ook noemen. Zorgt ervoor dat het hele geheel wat lichter wordt, maar het maakt hem ook net wat wendbaarder en wat leuker als je er wel een keer een 360 mee wil doen. Voelt het wat meer alsof je gewicht aan het, wat minder alsof je gewicht aan het meezeulen bent. Zo, moeilijke zin. Ik hoop dat je het idee in ieder geval snapt. Ja, zoals je waarschijnlijk al wel hoort, ik vind dit echt een ontzettend vet board. Echt heel erg veel lol op gehad. Eigenlijk wel mijn favoriete afdaling van vorig jaar was op dit board. En het feit dat ik dat nog weet zegt eigenlijk ook wel iets. Als je hier nou meer van wil weten over van dit board, kom dan vooral even langs. Dan kan ik of mijn collega's jou er nog wat meer over vertellen. Als dat niet kan, kijk dan even bij ons op de website. Daar vind je nog veel meer informatie over dit board, maar ook nog over heel veel andere boards. Dit is de Burton Skeleton Key.